Dat is op zich. Dat is op zich ook bijzonder van. Om er nou nog een discussie over te krijgen, zal ik zo direct maar even zeggen over dat zit. Een burgemeester mag zijn ambtsketen alleen dragen in de eigen gemeente. Dus één uitzondering. Als ze toestemming heeft van de burgemeester van de buurgemeente om door een handeling te verrichten, dan mag hem ook doordrogen. Dus dat doe ik met plezier. Ja, mensen vroegen wel eens wat is voor ons. Hij komt van Pekels al van blikken mee, maar dat is dus nooit woord. Het is een echte zilver. En elke burgemeester die heeft er onderaan ook een medaille. En die medaille die heeft, nou nee, dat is elke medaille. Twee kanten, alle schapen opletten, die zegt drie kanten natuurlijk vanuit nog een raams. De ene kant is het Rijkswolpen en de andere kant is het wolpen van de gemeente. Treed ik op namens de gemeente, dan heb ik het gemeentewolpenvuur. Maar mag ik dat dan voor onze koningin, dan heb ik het Rijkswapenvuur. Er is een halve rol aan u, maar dan was echt deze kant op komen door. Hierboven. Ik heb een half jaar vol en doe hersen natuurlijk ook eerlijk voor dromen. Dat zie je er allemaal van. Er is toch wat aan de hand. En er was ook een andere verhoudende, wat ook belangrijk was. Ja. Toen moest ook weer afwegingen doen. Ik vind het knap van de organisatie dat ze in elk geval hier zorgen dat ze hier is. Van het betekent dat het onze koningin behaagt om die te onderscheiden en dat mag ik genomen zeuren. Ik ga die medaille opspelen en dan ga ik die deur lezen wat ook precies van de inhoud is. Schoonma. Nee, altijd met die man, hè? Is dat een goede naam, hè? Ja. Al wordt zo, hè? Perfect. Als je weer nou zo'n klein speeltje of dan ga ik eerst wat vuur leggen. Orde van Oranje-Nassau. Hare Majesteit de Koningin, grootmeester in de Orde van Oranje-Nassau, heeft bij haar besluit van 18 maart 2013 Willem Jan Molema, geboren te Veendam op 3 maart 1952, benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat kan bekroond worden met een geweldig applaus. Het volgende gebeurt. Dus wij zijn vriendelijk en ik had die middels warm gehad. Ja, dat word ik. Dus u geeft mijn vriendelijke de blom. Dankjewel. 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 En dan gaat er nog wat bijzonders gebeuren. Want, ja, je wordt wel een pekel een beetje bijzonder is natuurlijk. Maar we hebben altijd nog iets extra's. En nou komt zo tussen elkaar. Als een zulfaas, denk ik. Ja. Meneer Molema. Ik ben altijd heel erg vereerd dat ik nodig burgemeester jou eerst heb gefeliciteerd maak met jouw lopen en jouw geweldige prestaties. Zoals de vrouw van school wat bleek. Dankjewel. En bij deze mag ik een oorkonde overhandigen van de OBCP. Ik denk dat je nou weet wat OBCP betekent. Maar het betekent Oranje Bevrijdingscomité. Pekela,
En door ben je vanaf vandoren erelid. Zo. Zo. Na alle officiële plichtplegingen mogen zijn dochters en natuurlijk als eerste feliciteren. Ik wist ook van niks. Feliciteren met zijn koninklijke onderscheiding. Tot zover onze reportage over de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan Willem Molema.